Voor deze tweede aflevering van Unknown Rome neem ik jullie mee naar een gebied net buiten het centrum van de stad Rome. Het Olympisch Stadion. Het stadion waar zowel AS als Lazio Roma hun wedstrijden spelen. Foro Italico heet het hier, naar het Foro Romano in het centrum van de oude stad. Maar toen het in 1932 werd opgeleverd, heette het Foro Mussolini. En dat kan je nog steeds zien. Het Foro Italico, de fascistische tegenhanger van het Foro Romano in de Romeinse binnenstad. En die begint eigenlijk al op deze brug hier, vol met heldendaden uit de fascistische tijd. Dit moest de grote zelfverheerlijking worden van Benito Mussolini, dictator die van 1922 tot 1943 over Italië heerste. En om dat streven kracht bij te zetten, liet hij zijn naam levensgroot in een pilaar bijtelen. Met ook zijn titel Dux erbij. En die pilaar staat er na bijna 80 jaar nog steeds. Het Foro Italico werd tussen 1928 en 1938 gebouwd aan de voet van de Monte Mario, in het noordwesten van de stad. Het complex werd ontworpen door Mussolini's huisarchitect Enrico da Debbio. De bedoeling was om hier de Olympische Spelen te houden. Maar door de Tweede Wereldoorlog gingen die Spelen niet door. Na de oorlog werd het complex uitgebreid en afgemaakt. En in 1960 werden hier alsnog de Olympische Zomerspelen gehouden. Le terme comprendono una piscina scoperta. Daar is het Olympisch Stadion, waar zowel AS Roma als Lazio Roma hun wedstrijden spelen. En aan die kant hebben we het Italiaanse Olympische Comité. Het Foro Italico ademt gewoon sport. Het is een enorm sportcomplex, maar het ademt ook zeg maar, verheerlijking van het fascistische regime. Aan de zijkant allemaal grote blokken met marmer waarop de verworvenheden van Mussolini, van het fascistische regime, zijn gebeiteld. 23 marzo del 1919. Dus 23 maart 1919 Mussolini fondai fasci italiani di combattimento. Oftewel, Mussolini ja, richtte de fascistische partij op. In tegenstelling tot Duitsland heeft Italië ervoor gekozen niet alle sporen van het fascisme uit te wissen. Het nadeel is dat de gevolgen van die periode en de ernst van de misdaden regelmatig gebagatelliseerd worden. Voordeel is dat in het hele land, maar vooral in Rome, nog veel prachtige bouwwerken uit die tijd overeind staan. En dit vind ik dus echt een van de mooiste plekken van de stad. Naast het Olympisch Stadion ligt het Stadio dei Marmi. En je snapt natuurlijk wel waarom dit atletiekstadion zo heet. Beelden die kracht en mannelijkheid uitstralen en doen denken aan de klassieke oudheid. Het Stadio dei Marmi op het Foro Italico dus. En, het is nu zondagochtend en dan wordt hij gewoon lekker gesport.